ADO Den Haag. Voor de zoveelste keer besluit de scheidsrechter een wedstrijd van deze club te staken wegens vechtpartijen op de tribune. De harde kern van ADO Den Haag supporters staat te boek als zeer gewelddadig. En volgens hemzelf wordt de club daarom bewust uit de eredivisie gehouden. Bas van Hout wil weten wat deze mannen bezielt. Hoe gek moet je zijn om steeds weer collectief met elkaar op de vuist te gaan? Vandaag bezoekt Bas onder andere de Haagse Schilderswijk, waar de derde generatie hooligans alweer klaar lijkt te staan om in de voetsporen te treden van hun ouders. It's like I dressed up in my mama's clothing. It's like I'm talking to a voice that doesn't exist. De tweede generatie is extreem gewelddadig en gek. Ze noemen zich de gekste, maar willen uit voorzorg wel onherkenbaar in beeld. Is dat de standaard uitrusting van Den Haag? Alleen van Den Bosch en Joden, weet je? We waren met alles de eerste. Stadion, brand, fragmentatiebom, met alles waren we de eerste. Ja. Dus ik bedoel, nou heb je NEC, nou heb je Vitesse, nou heb je die, weet je wel. En dat is allemaal gekomen. Ja, dat had je vroeger allemaal niet. Dat je vader had Ajax Utrecht. Maar nou, PSV grote bekken, die hebben grote bekken en Nederland heeft grote bekken. Vinden jullie niet? Zodra een ploeg een beetje in beeld is, een beetje behoorlijk kan spelen, krijg je de sports ook gelijk een grote kans. En dan is het leuk, want het was goed groot, toen waren ze groot. Je kan niet bij mij. Als je trouwens in de Eredivisie komen, je zag toch tegen Excelsior waarom het daar zijn man te trekken, dat hele Carpentine. Ja. Ik bedoel, dat komt er niet uit. Ik heb voetbal nooit veel voorgesteld, maar de sports waren er altijd. Of verloren iedere week. Wat is nou belangrijk? Iedereen wil met ons samenwerken. PSV supporters die willen met ons samenwerken. Utrecht supporters willen met ons samenwerken. We staan met allemaal op kanker. Want wij gaan. Dat hoor je ze allemaal zeggen, PSV, ja, ze hebben respect voor de Haag supporters en ze hebben respect voor dit en zo. En dan willen ze met ons samen, Dus als die baar kwam, toen ging de kaartje in de kaak en denk ik van shit, heet ze, ja. Zoals in Vietnam, zo'n ace. Zo ver gaat het dan. Hey, wat zijn jullie nou voor mensen eigenlijk? Wat voor types? Beesten. Nee, even serieus. Wij zijn gewoon normaal, luister nou, wij zijn gewoon normale mensen. Iedereen heeft een normale baan. Iedereen zoals? Gewoon normaal. Wat doe je bijvoorbeeld? Ik heb toevallig geen baan. Ja, dat heeft iedereen. Nou ja, laten we zeggen 90% die heeft een baan. Zoals? Ja. Wat voor baan? Wat moet dat denken? De een is straten maken en de ander is werkt administratieve baan op een kantoor ergens. Gewoon heel serieus. Dat helemaal niks. Maar waarom willen jullie niet in beeld? Waarom willen jullie niet gewoon... Nou, waarom we niet in beeld willen, dat is heel simpel. Ons bestuur, bij ADO Den Haag, dat is zo een verschrikkelijk bestuur. Ja. En daardoor komen alle problemen. Ik geef een voorbeeld, staat er iemand tegen een schutting aan te plassen in het Den Haag stadion. Oké, het is een ramp. Ja, krijg een stadionverbod van 1 jaar. Ja. Ons bestuur is zo, ze tolereren helemaal niks meer. Ja. En dat komt maar door 1 man en dat is de voorzitter. En die kent iedereen en die verpest voor ons heel veel dingen. Ja. Ja? Ik zeg niet dat we liefertjes zijn, maar we zijn ook geen redders, schoppers en dat. Wij gaan gewoon elke week. Ja, dat zijn jullie in feite wel. Nou, ik vind het wel niet. Wel, want jullie gaan om te matten. Ja, maar we gaan niet om te matten, we gaan niet om te vechten. Wij gaan gewoon gezellig met een aantal vrienden. Het is net een avondje op stap. Jullie gaan het niet uit de weg. Nee, we gaan het niet uit de weg. Dus als wat er met die jongen gebeurd is, dat is wat het verhaal dan is, dat hij een klauwhamer in zijn handen gedouwd krijgt. Ja. En jij staat met die klauwhamer en die adrenaline in je lijf. Ja. En opeens staat die gozer daar. En je geeft hem een beetje. Dat zie je nog een keer. Kijk, staat hij voor me? Nee, luister, hij zit een slijm gewoon. Nee, als staat hij voor me? Nou, is hij van mij. Ik met hem vechten. Ja, maar hij staat niet voor, er staat, zoals jij zegt, een jood voor je. Ja, stel dat hij een jood is. Hij steekt zijn tong uit tegen je. Nou, dan zeg ik, joh, je mag je tong niet meer aansteken en dan ga ik vechten met hem. Maar ik zal nooit naar beneden. Dan heb je een klauwhamer in. Dan gooi ik hem weg. Oké, maar hij niet. Hij niet, dan ben ik de lul. Hij zegt dat het een lulverhaal is. Maar wij gaan niet met wapens de deur uit en we gaan niet.
Nee, oké. Wij gaan gewoon met onze handen. Dat is het verschil. Nee, dat is het verschil tussen supporters van Ajax, Feyenoord en al die grote. Zeg jij nou eens wat? Zeg jij nou eens wat? Ja, wat moet je wel zeggen? Is het waar of niet wat hij zegt? Gaan wij wel eens met wapens de deur uit? Nee, niet met wapens. Nee, maar kijk, nee, wacht even, laat mij even uitpraten. Kijk, er gebeuren gewoon een hoop dingen met het voetballen, joh. En laten we dan niet zeggen van we doen niks of wat dan ook. Kijk, als het helemaal gebeurt, gebeurt het. Ik loop voor niemand ook weg of wat dan ook. Dan sta je ervoor, toch? Dan sta ik ervoor. Ik sta voor mijn eigen vereniging, voor mijn eigen stad. Voor mijn eigen stad. Je bent geweest achter lang. Kijk, Den Haag zit hier. Ik vind wat hij zegt, volgens mij komt dat het dichtst bij de realiteit. En hij vertelt het zoals het is. Ja, wij hier bij Twente. We waren met drie autootjes, man, het verhaal. Komt een hele grote groep aanlopen. Maar... jongens stappen uit Den Haag, lopen op de groep af. Maar ja, wat gebeurt er? Die groep, blijf doorlopen. Dus we doen die jongens in Den Haag. Smeren hem. Maar ja, ze kwamen ook wel. En dat lopen we af. Toen gingen hun weg. Blijf er eens staan. Dan ga je 99% zeker op slag. 1% misschien. Ook met de consequenties ervan? Met de consequenties, maakt niet uit dan. Henk Bres is eerste generatie harde kern. Henk is door diverse televisieoptredens inmiddels een bekende Nederlander. Maar zijn hooliganhart is hij nog lang niet kwijt. Ding is van rood en gele. Toch is dat wat de meeste mensen willen. Ik leef nu in de rode roze wolk. Want ze doen wij de stem van het volk. Ik ben het niet. Volgens mij ben je helemaal geen harde kern geweest, maar weer een zachte kern. Ik ga maar mee naar buiten. Zal ik het je laten zien? Nou, was het kut of niet? Als je nou tegen mij gaat zeggen van, nee, je bent Marco Borsato, dan weet ik het vlieg. Dus de zachte kern is beter dan Marco Borsato. Ja, dit is leuk, dit is een geintje hoor. Je moet niet denken dat het echt is. Nee, we namen je ook helemaal niet serieus. Nee, dan is het goed. Nee, dan vind ik het beter. Nee, dat vind ik het best. Hey, mag ik even een vraag tussendoor stellen? Wat is nou het verschil tussen de harde kern van nu en de harde kern van vroeger? De harde kern van nu is... ja, moet ik het maar uitleggen. Ik vind de harde kern van nu is gemeener. Je hebt veel meer drugs nodig. Dus snaven, dus zuipen, pillen en alles. Er is geen erecode meer. Als iemand op de grond legt, dan blijven ze doorschoppen. Kijk maar naar die Ajax-fan, die Piconi, die was er een van de Abe Stempel, zeg maar. Die bleef gewoon staan. Die denkt, nou, ja. Komen er 20, komen er 30 man, interesseert me niet. Dan maar een pak slaag. Een pak slaag, hè? Let wat ik zeg. Hè? Ja. Een pak slaag. Maar als je dan ineens op de grond legt en ja, je wordt de tering geslagen met hamers en met messen, steken ze en alles. Nou, dan is het eindzoek natuurlijk. Ja. En dat heeft niks met de harde kern te maken. Daar herken je niks meer in? Nee, daar herken ik helemaal niks meer in. Wij gingen vroeger gewoon naar het Ajax-vak toe of naar een ander vak toe. En dan gingen we de vlaggen eraf trekken. Ja. En dan kan. Zo moet tegen die gasten, dat ze helemaal gek waren. Ja. Ik weet nog wel dat Ajax kwam toen in het Zuiderparkstadion. Het alles opgebeld van tevoren. En niet aan mij, want er was nog een ander jonge beheerder. En die zei van, rookpotten voor ons vak. En wij natuurlijk geen groen altijd, want daar waren we bekend om. En tuurlijk, dus Ajax maakte, die fanclub die maakte dan 600 gulden over. Dan zouden we dan ook wit groen of... hoe heet het, rookpot voor gekopen of hun. Maar ja, wij hebben natuurlijk geen groen gekocht. Ja. Ja, nog even, we gaan dat niet, dus ze gingen helemaal uit de Canarie aan die hekken, teringleien, dat is kanker. Dus de nostalgie is gewoon helemaal weg? Is helemaal weg, die tijd is gewoon helemaal voorbij. Het is pas harde stomp voor je kop, dat kon, maar het is er dus niet meer bij. Je weet niet zeker meer of je het overleeft. Als je het is gewoon, je merkt het ook met de politie en zo, weet je. Het is een hele andere sfeer natuurlijk, want vroeger als je een agent de klap gaf, nou, dan kreeg je een paar terug, jongen, dan werd je tyfusslag in het busje en dan werd je het busje uitgegooid. En dan de andere dag was je vrienden, zeg maar. Tenminste, vrienden niet, maar... Je accepteerde het. Maar tegenwoordig is het, als je een stoeltje breekt of zo, wat ik dan niet nooit gesloten, maar... als je wat flik of je geeft er een klets, dan word je een dag later word je van huis gehaald. Heb je nu een beetje invloed op die jongens? Nou, invloed niet echt natuurlijk. Want het zijn allemaal bepaalde groepjes en... het zijn allemaal kleine groepjes en ze denken allemaal dat ze Jezus zijn. Kijkt een beetje tegen je op? Ja, geloof ik wel, maar ja, dan moet je wel een ander vragen. Dat kan ik natuurlijk niet zeggen van, ze kijken allemaal tegen me op. Of vinden ze dat jij een zachte kern bent? De oude nou, het kern. Is niet te over voor ze. Wat? Dan krijgen ze tikken. Had Beverwijk jou kunnen overkomen? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel, want ik ben in mijn hele carrière, zaakjes,
Ik ben nooit weggelopen. Nee. En ik denk ook dat ik blijf staan. En één keer geloof ik weggelopen, toen stond ik met zo'n gekke slur op. Op geel groen had ik dan. En dan stond ik op een, want ik schoot ook nooit geen stenen. Nee. En toen zag ik overal witte helmpjes komen en allemaal die ME'ers. En ik gooide zo'n stenen en kijk wat er gebeurt. Ging ze teruggooien. Ik zei, dat mag niet. En toen ben ik wel teruggelopen. Steeds. Ja, wij worden wel kunstmatig volgens mij ook uit de Eredivisie gehaald. Want ze zijn gewoon bang voor de rennen. Complot. Ik bedoel, tuurlijk, we hebben nu versterking nodig. Ja, dat komt er gewoon niet. Gaan de directeur aanstellen. Ze gaan, weet ik wat aanstellen. Dat kost ook een ton in een jaar, die mensen. Nou, wij hebben natuurlijk liever dat ze voor die ton spelers kopen. Dat we de Eredivisie ingaan. Want wij horen ook in de Eredivisie. En dat hoor je zelfs van Ajax supporters en van Feyenoord supporters. Die zeggen gewoon, godverdomme, ja. Qua geweld zeker. Nou, qua geweld. Ja, we horen er gewoon in te voetballen. En dat geweld komt vanzelf van. Nee. Ze zeggen 33 keer bloed aan de paal als Den Haag weer in de Eredivisie zit. Ah, dat valt ook allemaal mee. Ja? Dat legt helemaal aan de tegenpartij. Ja. Als hun angstig thuis blijven, dan heb je geen bloed aan de paal. Ja. Maar komen ze nou maar een hoop bravoure naar Den Haag toe, dan vragen ze erom natuurlijk. Ja. Ik heb wel eens gehoord, maar ja, dat klinkt ook weer bluff voor natuurlijk, dat er in Amsterdam een prijs op me over gestaan. Ja. Kijk, hè. I got a wire crossed upstairs, but all I want is just a little truth, and that's it. Maar jullie zijn bereid om heel ver te gaan, hè? Nou, we gaan af de waard als boven onze club, ja. Voor de gaan, voor de rel. Hoe ver? Hoe ver, ja. Ik zou niet iemand willen vermoorden, nee. En als iemand al op de grond ligt, dan blijf ik ook niet doorschoppen. Kijk, vernedering volstaat. Vernedering? Ja. Het gaat om de macht. Het gaat om het machtspelletje, ja. Het zijn jongens die ook willen. Kijk, het zijn geen onschuldige mensen. Als ik een klein meisje vind, als je met een Ajax zou, hoef ik dat niet te vernederen. Nee. Maar zie ik een groepje Ajax aan de kerstsupport, dan pakken we ze aan. Daar is eer aan te behalen. Ja. Nou, wat doet dat met je? Wat voor gevoel geeft het? Dat geeft je gewoon een adrenaline kick. Als je in de aanval gaat en de stenen vliegen om je heen, dan het is net ja. Oorlog. Van oorlog. Nou, niet totaal oorlog. Het gevoel van oorlog. Ik moet je goed zetten of je in een computerspelletje zit. Dus eigenlijk is het van de laatste 8 jaar, dat is eigenlijk dus excess is de laatste keer dan dus met die Feyenoord supporters daar in het Duitsland. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, wat vind ik daar? Ik zou persoonlijk, ik vecht liever gewoon met mijn handen gewoon zo de confrontatie aangaan. Ik heb ze ook al bij me voor de zekerheid. Ja, ik kan zelf ook in één keer ingesloten worden. Wat heb je dan bij je? Ja, ik heb een meswapen van hem, of een kravensbusje. En dan ga je gewoon mee aan de slag als het nodig is? Als het nodig is, als ik in de bouw word gereden en ik kan niet meer wegkijken, dan laat ik niet mijn tanden zo worden uitschoppen. Wat geeft de garantie dat je zo'n ding niet veel te snel pakt, zo'n mes, en iemand gewoon aan het mes rijdt? Want je hebt... Als je bijna 30 bent, dan weet je al wel van jezelf. Ja. We hebben allemaal ons hele leven wel met een mes gelopen en ik heb nog nooit iemand gestoken. Ik voor hem kan ik niet praten. Jij hebt een reputatie wat dat er gaat. Jij hebt best wel... Nou, ik zeg eerlijk, hebben we dus een mes gebruikt ook. Ja, meer dan eens volgens mij. Maar dat het niet met geen comfort is, daar willen we verder ook niet over ingaan als je het ook niet hebt gezegd. Als je naar de kroeg gaat, dan kan je ook net zo goed neergestoken worden. Er worden meer mensen neergestoken op de kroeg en op straat dan bij een voetbalwedstrijd. Ja? Als ik door de verkeerde buurt loop en dan lopen er een paar, zal ik niet zeggen wat, maar gewoon Marokkanen of zo. En ze steken je neer, die kans is groter. En dan ben ik ook bereid om mijn mes te gebruiken als ik het heb. Dus dat heeft niks met die hobby te maken. Wat is de kick ervan? Adrenaline. Dat is gewoon, ja, als je een berg gaat beklimmen, dan krijg je ook adrenaline. Ja. Die adrenaline kick. Ja, dat is gewoon die kick. Dat krijg je niet met een gewone sport of dat krijg je niet met een andere activiteit. Kan ook. Ik had toch zoveel. Heb je het zelf met iets anders gedaan? Nee, adrenaline kick. Dit, dat. Je moet er zelf kijken. Ja, we hebben nooit meegemaakt, zoiets. Nee. Dan lopen we ons mensen ook, die hebben een keurige baan en alles. Die zou je nooit van zeggen van nee, die zal het. Kijk, dan zal ik een paar voorbeelden noemen. Toen de tijd, het voetbal is in Engeland, daar is het ontstaan eigenlijk, ja toch? De voetbalrijder van voetbalvelden. Maar dat is bij Chelsea, weet je, maar goed, dat is ook alles. Kijk, dat is mijn club ook Chelsea, maar in ieder geval. Ja, op een gegeven moment zijn er echt de topboos aan opgerold daar. Dat is elke 87, zo 85 wat toen gebeurd. Ja. Maar die mensen, de ene die was een advocaat. En de andere was ook een hele hoge functie in het bedrijf, alles en zo. Dus daar zou je helemaal niet van zeggen van, hé, dat zijn voetbalvandalen. Maar is dat niet een beetje het cliché? Ja, ja, er zitten ook... Van Jongenhaag. Wat is dat voor cliché dan? Nou, omdat over het algemeen zijn er toch mensen uit de milieus waar minder kansrijke mensen te vinden zijn.
Het valt wel mee. Nee. Wel een beetje zo, omdat die meer zou zijn, omdat dat meer in hun ligt. Maar dat wil niet zeggen dat als je kansaar bent, dat je huwelijker moet zijn. Of dat je als je huwelijker bent, kans hebt. Het is wel een groep die, denk ik, daar het meeste vinden. Omdat dat die cultuur daar wat groter is, ja. I turn the channel, but nothing is changing. The only truth is that everything is a lie. Wat betekent dit voor u? Dit als ik hier naar kijk? Ja? Nou, ik kan me herinneren, de eerste keer dat ik hier was, was ik geloof een jaar of 13. Ja? Toen kwamen de twee Ajax-supporters hier aanlopen, die gingen een kaartje kopen. En die werden geloof ik al een zakje hierover geslagen. En dat is de eerste wat ik me herinner als ik hier naar kijk. Wij lopen al zo lang mee. Ja. Wij waren de eerste met alles. Jullie geweld is verfijnder? Nee, maar daarom is het... Nou, niet zozeer verfijnder. Ja, maar kijk, bij wijze van spreken, iedereen kan vechten. Ja, kan ook vechten, ja. Maar rellensupporten, dat is toch iets heel anders. Daar komt veel meer bij kijken. Daar komt veel meer bij kijken. Waar zit in die extreme gewelddadige reputatie van jullie? Den Haag is onze stad en iedereen die vat zou maken in onze stad, die kent die dat kent. Laat ze maar komen, joh. Maar er is er geen die komt, geen. Ze gaan over naar Aardwedstrijden en zo, maar er is er geen die naar Den Haag komt. Ja. Dan komen ze allemaal netjes met de trein onder piste-begeleiding. Omdat jullie extreem gewelddadig zijn? Ja, kan die dingen gebeuren eenmaal met voetbal en dan die gebeuren ze bij het ijs. Waarom zijn jullie extremer? Waarom zijn jullie extremer in je gewelddadig? Ja, dat zijn we altijd al geweest. Waar zit je met in? Zit je in de mentaliteit van eigenaar? Ja, kamer. Kijk, ik zal het je uitleggen. Eindhoven zegt dan, wij zijn de gekste. Wij zijn de gekste. Ze zijn helemaal niet gekste. Want ze komen hier nooit. Ik heb ook nooit een PSV in de hele stadion gezien. Zijn ze welkom? Wat zeg je? Zijn ze welkom? Tuurlijk zijn ze welkom. Is welkom. Tuurlijk zijn ze welkom. Heel graag. Met de auto's mogen ze allemaal komen. Lekker om het stadion heen. Lekker vrij parkeren. Een beetje zadenpakken lopen. Een paar uur voor de wedstrijd. Van harte welkom. Ja, nou is het PSV dat ze de gekste zijn. De gekste, dat zeggen ze. Maar ja, hoe ze er allemaal komen, weet ik niet. Maar vroeger kwamen ze hier in Den Haag. Kwamen ze ook met 200-300 man. Hingen de vlag in. En dan stond er op mama, ik ben in Den Haag. En dan stond er onder nu nog terug. Waarom is het geweld zo belangrijk? Dat snap ik niet. Ja, het geweld op zich is niet zo belangrijk. Ze willen het niet snappen. Het geweld op zich is niet zo belangrijk. Maar het is gewoon heel belangrijk dat die supporters die hier komen, dat die in het Zuiderpark worden aangeslagen. Dat is heel belangrijk. Ja. Waarom? Omdat ze niet moeten komen hier. Die mensen willen toch gewoon een sport? Leven. Die willen toch gewoon een sport? Nee, want ze beginnen te zingen, ze hoppies en zo, dat achter het hek en zo. Kijk, je weet het al, kijk, bij Ajax en Feyenoord er komt 40.000 man, 50.000 man. Dan hangen de vlag van groeten uit Weert en zo, willen die gekke dingen allemaal gorken. Maar die vlaggen moeten ze bij ons niet meer hangen. Dan schoppen we ze naar gorken. Den Haag komen alleen maar Hagenaars, er komen maar 4.000 man. Maar het zijn allemaal Hagenaars. Ja. Als je naar nou bij Ajax kijkt, dan komen ze over door aan het hele land komen ze. Tot hoe ver ben je bereid te gaan? Moord. En wat moeten we daarbij voorstellen? Carlos, proost. In de steek gelaten door zijn eigen vriendjes. Ja, in de steek gelaten door zijn eigen vriendjes. Door zijn eigen vriendjes. Dat kent bij Den Haag. Ken dat nooit gebeuren. Gaan er 10 dood. Of 10 gaan niet dood, of 10 gaan er dood. Weet je wat bij Den Haag is? Dat is open kan bij Den Haag. Schaap dan. Je kan er ook mee kijken. Maar vertel nou eens gewoon waar het op staat. Ik bedoel, waarom hebben jullie die reputatie? Oké, ik zal het één keer duidelijk zeggen. Al die andere clubs. Als je helemaal teruggaat in de geschiedenis, waar zijn we begonnen? Met alles. Met fragmentatiebommen, stadion in de brand. Daar ben je allemaal bij geweest? Ja, ben ik allemaal bij geweest. Allemaal meegemaakt. En daar zijn wij allemaal mee begonnen. En je bent ook bereid om tot het uiterste te gaan?
Tuurlijk. Waar? Kijk, ik ga bijna nooit meer. Nee. Maar als ik ga, weet je, dan zijn dat speciale omstandigheden. Tegen Feyenoord of tegen... Als we in de divisie zitten, dan ben je er. Ja, want dan heb je gewoon, en dat weet de KNVB ook, heb je 36 risicowedstrijden. Ja. 36 risicowedstrijden, als Den Haag erbij komt. Ja. Na hebben ze misschien, vinden ze Den Bosch risicowedstrijden naar Z of zo, weet je wel. Ja. Maar daarvoor doet de KNVB er ook alles aan, zodat wij niet in de Eredivisie komen. Stel dat Beverwijk, dat jullie Beverwijk waren. Nee, stel, ja. Want kijk, Beverwijk ligt vlakbij Amsterdam. Ja. Stel dat bijvoorbeeld, Rijswijk of Gouda, zo moet je het zien. Ja, stel dat hier komt. Had dat gekund? Natuurlijk had dat gekund. Heel graag zelfs. Ja. Dat Ajax bijvoorbeeld hier naar Gouda zou komen. Ja? En dan moet je je voorstellen dat wij zouden zijn gaan rennen. Het idee, dat bestaat helemaal niet, joh. En dat weet Ajax ook. Ja. Als zij eerlijk zijn, als zij eerlijk wezen, dan zeggen zij ook. Maar ja, dat, kijk, jullie maken een reportage over NEC, over NAC krijgen op je PSV. Al die gasten, weet je, al die boeren. En die zullen allemaal, als ze eerlijk zijn, want dat zijn ze niet, want het zijn allemaal kankerbloggers. Als ze allemaal eerlijk zijn, zullen ze zeggen dat Den Haag het gek zijn. Als PSV-supporters, want die lopen gewoon te liegen als ze zeggen Den Haag is gaan rennen voor ons. Dan lopen ze gewoon te liegen. En mag heel Nederland die de volgende programma's allemaal gaat zien of gezien heeft, van wij aannemen dat al die supporters die zeggen dat wij zijn gaan rennen, dat die lopen te liegen. Want dat is gewoon niet waar. Kijk, nee, jij niet, maar misschien de andere supporters. En ik kan het niet bewijzen. Ja, ik kan het niet bewijzen. Ja. Jullie zijn gewoon, als je je masker af hebt, zijn jullie hele aardige jongens. Maar op een gegeven moment gaat er een knop om. Dan zijn we studenten. Dan gaat er een knop om. Ik studeer kutteloos. Dan hebben jullie gewoon helemaal geen controle meer over. Nee, maar kijk, jij hebt ons nog nooit meegemaakt, weet je? Nee. Jij hebt ons nog nooit meegemaakt. Maar je zou bijvoorbeeld, ik heb interviews gelezen met de politiecommandant uit Dordrecht of zo. Die helemaal met de handen in het haar zaten. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. En wat is dit allemaal? Omdat dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Gewoon zo'n, ze noemden het een keer een orgie van geweld. Hekken vlogen door de lucht. Dat zijn geen mensen, dat zijn beesten. Ja. Hekken de lucht. Dat is toch ook zo? Hekken de lucht in alle slopen, haat en balken. Want jij zegt, neem je... Het is toch zo? Jullie zijn toch ook beesten? Ja, animalen. Het is gewoon hoe jij het zeg maar ziet. Maar weet je wat het is? Ja. Maar het is geen mens, het is geen beest, het is een superagenezer. Dat wordt ook weer gezegd. Dat is ook weer waar. En weet je wat ook weer waar? Jij zegt, neem jullie wapens mee, weet je wel? Nou, kijk, als je naar Ajax of Feyenoord gaat, misschien dat je wat meeneemt. Wat neem je dan mee? Ja, een prikkel of wat dan ook, weet je wel. Dat, een mes. Ja, maar kijk. Een pistool, zit dat er ook in? Kan gebeuren. Ja? Maar kijk. Maar gebruik je het dan ook, als het nodig is? Ja, waarvan neem je het anders mee om in de lucht te gaan schieten? Dat zou kunnen. Nee, maar luister nou. Wat ik wou zeggen is dat wij ook heel erg goed zijn in onze eigen wapens maken. De klare woorden eraf meteen, weet je wel. Harde balken eruit slepen. Takken, stalen hekkenpunten eruit. Kijk, als jij die wapens zag in deze wijk, een houtknuppeltje, een ijzerstaafje, een priem. Ja. Kijk, als je daarna dat ik ga daar niet naartoe met een houten knuppel, weet je wel. Is niet omdat ik bang ben, maar omdat ik die gasten wil aanpakken. Wat heb je dan bij? Dan neem ik een pistool mee natuurlijk. Zonder moeite? Ja, natuurlijk. Hoe ver ben jij nou bereid om te gaan? Maakt niet uit. Nee, wat niet? Je staat voor je club gewoon. En dat maakt tot het uiterste. Als jij daar staat, denk je niet na. Als de dingen gebeuren, ga je niet denken van... Je weet wat je nou allemaal zegt. Dat is goed voor de mestdagkliniek. Kijk. Jij vraagt aan mij waarom Den Haag het gewelddadigst is. Ja. Waarom? Omdat als we losgaan, als er echt iets gebeurt en iedereen wordt helemaal gek, dan ga je niet meer nadenken, weet je wel. Dat is het gevaar. Ja, dat is het gevaar. Want dan heb je namelijk niet meer met een cameraatje hangt daar en we gaan naar achterom en dicht. Als het echt losgaat, weet je wel, als er wat gebeurt of zo. Ik stel Ajax supporters gaan het veld op en die pakken een speler van ons aan of zo en het wordt echt krankzinnigheid. Bij wijze van spreken. Krankzinnigheid, dan kan je 50 pelotons en mee erop afsturen, 500 paarden, van alles en nog wat. Ja. Maar dan gaat het echt los. En dan is het niet meer zo, want dat is Haagnese eigen. Dan ga je niet meer denken van, even kijken, daar hangt de camera of dit. Want dan wordt het echt helemaal losgaan. Dat is toch bijna psychopathie? Nee, dat is geen psychopathie. Jij zit altijd over psychopathie en van mestdagkliniek en zo. Ik weet niet waar je allemaal geweest bent. Maar kijk, bij ons is het gewoon, als het zo gaat, dan gaat het gewoon.